Het ministerie van Justitie en Politie heeft vandaag 1000 handheld mondstukken ontvangen van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, Stivasuur. De donatie is gedaan in het kader van de verkeersveiligheidsmaand, die duurt van 15 augustus tot en met 15 september. De mondstukken zullen door de politie gebruikt worden om blaastesten af te nemen van verkeersdeelnemers. Marianne Tjenafat, directeur van Justitie, die de donatie symbolisch in ontvangst nam, is de organisatie zeer erkentelijk voor de gesten. Namens de minister van Justitie en Politie, de heer Welzing, zeg ik bedankt voor deze gesten. Maar de bedoeling is ook, na uw presentatie, aan de secretaris, dat we zo weinig mogelijk brengen en met een laagje reden, zodat we het gebruik hoeven te maken van deze monster. Na de overdracht van de handheld mondstukken hebben twee politieagenten een korte demonstratie gegeven over werking van de blaasapparaten. Tijdens de verkeerscontroles hebben we dit dat er de trias alcoholica's worden waargenomen. Dan praten we over de geur, de spraak en de gang van de bestuurder. Hij wordt vaak uitgenodigd om uit te stappen en dan gaat men hem beoordelen. Komen de trias alcoholica voor, dan gaat men het over om te onderwerpen aan die test. Op het moment dat die constatering is gepleegd, dan gaat hij het over. Uiteraard komt er een theoretisch gedeelte waarbij de persoon gaat voorhouden, hoe en wat. Want je moet de mensen begeleiden door het proces. En dan gaat hij die opdracht geven dat de persoon daarin moet gaan blazen. Het gaat dan meten. Die ademlucht die uitgeblazen wordt door het apparaat gemeten. En dit is het, zo simpel is het. Wat ik ga doen, is mijn mond eraan brengen en ik ga blazen. En op het moment dat hij dit heeft opgemeten, het komt op de schaal terecht, dan gaat hij ter zake een procesverbaal opmaken. Betrokken wordt daarna, als bleek dat hij die 220 microgram uitgeblazen alcohollucht heeft overschreden, want dat is bij wet vastgesteld. Dan gaat hij betrokkenen na 20 minuten wederom onderwerpen aan een andere test. En dat is die ademanalyse. En daar krijgen we weer een ander resultaat. En het moment dat blijkt dat het nog steeds hoog is, dan wordt betrokkenen voorgeleid bij een hulpofficier van Justitie. Met alle vormen van die sowieso wordt betrokken als er is ingevorderd. U zag een korte demonstratie van het gebruik van de handheld mondstukken bij blaastesten. Het ministerie van Justitie en Politie heeft vandaag 1000 nieuwe blaastestapparaten ontvangen ten behoeve van het Korps Politie Suriname. De mondstukken zijn gedoneerd door de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, Stivasuur.